Die rechten heeft gestudeerd, die ook na haar rechtenstudies op de universiteit is gebleven om wetenschappelijk onderzoek te doen. En die eigenlijk ook in 1999 als eerste vrouw van niet-Europese origine in het federaal parlement is verkozen geraakt. Een mondeling filosoof in de middeleeuwen, ook tegelijkertijd exacte wetenschappers waren. Hè. Gaat daar astrologen bij, gaat daar fysici bij. Meestal waren ze eigenlijk homines universalis, want ze konden aan geneeskunde doen, maar ook filosofie, psychologie, Ghazali. Die in een islamitische context tegelijkertijd ook aan wetenschap deden, aan positieve wetenschappen, die de maan ook bestudeerden, die de planeten ook bestudeerden. Dus voor mij is dat geen contradictie met geloven in een opperwezen. Ook al heb ik het zelf niet ondervonden, dat wil niet zeggen dat ik het ook hoor van mensen, van sommige familieleden, van buren, van zelfs ook mensen die syndicaal geëngageerd zijn en die dan ook nog eens van hun fellow delegees dan ook nog eens racisme aan de lijve moeten ondervinden. Om te zeggen van dat het echt nu, dat je het op de huid voelt bijna. Dat je het dagelijks voelt en dat we daar zo rap mogelijk iets aan moeten doen. We hebben daar een liefde-haatverhouding mee met die hoofddoek. Het blijft de gemoederen beroeren. Het blijft ook emotioneel voor een groot deel van de moslimgemeenschap. Ik herinner mij toen dat Patrick Janssens dat wou invoeren. Kijk man, als je dat doet, krijg je heel de moslimgemeenschap over u. Doe dat niet. Of toch niet zo brusk. Praat met de gemeenschappen. Zorg dat we naar een compromis kunnen komen. Maar doe dat niet over de hoofden heen. Sinds 2001 hebben we overal die religieuze revival gekend. Ook hier bij ons, waarbij mensen ook, als ze aangevallen worden in hun religie, terugvallen op hun identiteit en zeggen van kijk, waarom hebben ze iets tegen ons, moslim? Allee, wat hebben we gedaan? Het is toch niet omdat er een paar gekken rondlopen? En dat zijn dan meestal van die extremisten die dan zeggen, waarom draag jij geen hoofddoek? En ze zeggen, moslim, maar dan moet jij een hoofddoek dragen. Allee, bedoel, buiten zo'n extremisten. Die eigenlijk geen vrijheid aan een ander toekennen, maar wel eisen dat zij de vrijheid hebben om dat te doen. Zelfs de dokters met de Marokkaanse achtergrond die toen ook op die conferentie waren, zeiden ook, zelfs de islam laat niet toe dat iemand nodeloos lijdt. Bon, in mijn geval, er is een werf in constructie, ik zal het zo zeggen. Meer wil ik er niet over kwijt.